Ik ben super hype, maar voordat we beginnen, doe alvast dat blauwe duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal, want hier ga ik de hele game uitspelen. Let's go! Yo, Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video en ik ben super hyped! Want vandaag mag ik gaan beginnen. Luigi's Mansion 3, zin in! Let's go, we gaan gelijk beginnen in dit leuke avontuur. Oh, ik ben zo hyped voor Luigi's Mansion. Luigi's Mansion 1, dit is even een fun fact. Dat was mijn allereerste game die ik zelf kocht. Ik kocht die game samen met Rave Race en een GameCube van het allereerste geld dat ik zelf had verdiend. Van mijn bijbaantje in de supermarkt. En mijn liefde voor Luigi's Mansion 3 zit super diep. Maar wie heeft er verzonnen dat dood mag rijden? Hij kan geen eens boven het stuur uitkijken. Dit gaat fout. Dit gaat sowieso fout. Kijk, oh ja, zie je? Dit gaat sowieso fout. Mario is lekker aan het chillen met Peach. Er zitten nog twee Toads op de achterbank. Oh nee, Toad. Oh. Hey. Wakker worden, Luigi. Word eens even wakker. Luigi heeft een speciale Luigi-kist. Oh, snap. Oké. Okay. Luigi is bevriend met een spookhond. Die heeft een brief voor hem. En wat staat er dan in die brief? Ik kan dit niet lezen. Ik weet niet voor jullie, maar ik kan dit niet lezen. Oh, Luigi kan het wel lezen. Top. Luigi kan het lezen, jongens. Luigi kent een speciale spooktaal. En daarmee kan hij die brieven lezen. Dit hondje is super dope, jongen. Ik wil ook zo'n hondje. Geef me ook zo'n hondje. In ieder geval, de Mario-familie is op reis. Toad zit nog steeds... Kijk, zie je? Hij maakt het daar al schade, jongen. Toad, kijk nou even uit wat je doet, vriend. Peach en Mario stappen uit de speciale bus. Komt Luigi er ook nog uit, of... De Toads mogen lekker al het harde werk doen, jongens. Mario, til ook even wat, jongen. Ik weet dat het allemaal van Peach is, maar jij kan ook best wel wat tillen, hoor. Kijk, Luigi die brengt tenminste zijn eigen koffer mee. Wat een baas, jongen, Luigi. Hij is de echte baas, jongen. Mario denkt het allemaal voor elkaar te hebben. Luigi is de echte eindbaas. Ja, en het hondje. Het hondje is ook wel een echte eindbaas, moet ik zeggen. Vraag me wel af, zien Mario en Peach en de Toads dat hondje ook, of niet? Hij is wel een aardig mooi hotel, jongen. Lijkt net een super luxe Hilton hotel of zo. Ziet er goed uit. Dit ziet er niet uit als een spookhuis. Dat kunnen we wel vaststellen, denk ik. Maar van binnen is dit een waar spookhuis. Vol met kwade spoken. Oh yeah. Nou, tot nu toe lijkt het allemaal super chill te zijn en een mooie vakantie te worden voor Luigi. Kijk eens, dit ziet er toch allemaal top uit, joh. Er zijn bedienden, maar dat lijken me toch wel robotjes of zo. Zie jij het nog zitten, Luigi? Oh ja, hij zit er duidelijk zitten. Oké, we mogen ergens naartoe. Yo, Mario. What up, my brother? Ga je gewoon gelijk eten? Oh. Jammer, joh. Hoor het Super Mario muziekje op de achtergrond dan. Ik ga eens eventjes praten met deze. Hallo, mijn heer. Is er iets? Ik hoop dat niks je in de weg zal staan om dit een perfect bezoekje te laten zijn. De hele staf die zal je de ideale vakantie bezorgen, maar hij begint wel te lachen. Luigi, ik zou er niet vertrouwen als ik jou was vriend. Oh, oké. Wat was dit? Zitten hier ook spookjes? Oh snap, moet even een naam hebben voor het hondspookje, jongens. Verzin even mee, gooi het even in de comments. Wat is een leuke naam voor dat spookhondje? Hallo Peach, dit hotel is zo groot, het is super mooi. We hebben zoveel geluk dat we een uitnodiging kregen om hier naartoe te komen. Oh, kregen wij een uitnodiging? We zijn niet op eigen initiatief gegaan. Ja, als we een uitnodiging krijgen, dan kan dat nooit goed gaan, hè? De Toads vinden dat, ja, Peach behoorlijk wat heeft meegenomen. En zie je, dat gaat ook altijd fout. Waar Toads zijn, gaan dingen fout. Zo werkt het nou eenmaal. Hallo mensen. Meneer, welkom gast in de Last Resort. Wil je inchecken? Ja joh, laten we inchecken. Hallo mevrouwtje. Helen Gravely ook echt. Alleen aan die naam al zou ik er niet vertrouwen. Zij is in ieder geval super blij dat we haar uitnodiging hebben geaccepteerd. En oh nee, ze komt naar beneden. Loopt zij wel? Of glijdt? Ze glijdt gewoon over de trap met de glibberige poten. Jullie moeten heel erg moe zijn. Ik ga jullie je kamers laten zien. Maak je maar geen zorgen over je bagage, want onze werknemers die zullen het wel naar de kamer brengen. Oh, daar gaat mijn tas. Laat mijn tas met rust. Oh, we zijn VIP's. En jij hebt best wel veel poeder op je bakkes. Waarom doe je zoveel poeder op je bakkes? Ben je nog niet paars genoeg, chick? Let's go. Ja, Mario, ga jij eerst? Jij wil altijd de stoere grote broer zijn. Maar Luigi is de echte held. Oh nee, met de lift? Helen gaat met ons mee? Ja, dat was geen positieve blik. Oh nee. De vijfde etage. Ze heeft echt snode plannen, deze chick. Mario, Luigi en Peach, jullie kamers zijn daar. En de Toads, die mogen blijkbaar ergens
ergens anders naartoe. En ze zeggen dat dit bezoekje ons voor altijd bij zou blijven. Het ziet er zo mooi uit. Dit lijkt helemaal niet op een spookhuis, man. Alleen die chick vertrouw ik voor geen meter. Doei, Peach. Doei, Mario. Night, night. Slaap lekker. Ik neem mijn hondje even mee. Ja, kom maar mee naar binnen, joh. Oh ja, jij kan dwars door de muur heen natuurlijk. Dit kan niet waar zijn. Het kan er niet zo mooi uitzien als dit. Wat gaat er gebeuren waardoor dit allemaal helemaal fout zal gaan? Ligt het aan de badkamer? Ligt het aan het toilet? Moet je een poepje doen, Luigi? Nee, je gaat alleen doortrekken. Oké, kan ik in bad? Wil het hondje in bad? Hier kunnen we blijkbaar niks doen. Hier staat een heel mooi cadeau voor ons klaar. Oh, snap. Ik wil gewoon mijn cadeau uitpakken. Mag niet? Laten we dan even gaan kijken wat er in de kast zit. Nog meer verrassingen. Ja hoor. Wat zit er in de lades? Zie je, daar zit diezelfde poeder in als die chick op de bakkers heeft gesmeerd, jongen. Ik ben wel blij dat we gewoon ons koffertje hebben trouwens. We gaan slapen. Oh nee. En dan worden we wakker en dan is het helemaal fout. Heb je slaapkleding bij je, Luigi? Oh nee. Nee, je hebt een zaklamp bij je en een boekje. Oké, Luigi. Ga maar lekker slapen. Dan hoop ik voor je dat alles nog goed is morgen als je wakker wordt. Hé? Eh? Hoe slaap jij? Moet je niet onder de dekens of zo? En moet je niet even je schoenen uitdoen, Luigi? Heb je geen manieren geleerd? Dat was nice. Hij slaat zijn boek open en hij ligt hem af. Oh nee, Peach. Peach schild. Luigi, kom in actie. Mario, die is toch al de weg kwijt waarschijnlijk. Die is verdwaald in het hotel. Wij gaan nu naar Peach. Oh snap, kijk naar mijn kamer. Oké, alles is veranderd. Dit ziet er niet chill uit. Oké, laten we gaan kijken waar Peach uithangt, jongens. We hoorden Peach net gillen. Peach! Zie je wel? Heel het hotel verandert nu naar een of ander spookkasteel. Dit ziet er niet best uit, jongens. Oké. Wat is dit? Ik wil hier aantrekken. Ik weet niet wat het is, maar... Oh, nee, pak je hoed! Goed zo. Ik snap hoe hij zich voelt. Ik zou ook echt niet mijn pet kwijt willen raken. Ik had er gewoon keihard achteraan gesprongen. Oh, ja, Peach, je hebt wel echt veel spullen meegenomen, hoor. Een beetje te veel spulletjes misschien wel. Mario! Mario, waar ben je? Mario heeft lekker aan de pizza zitten lurken. En die heeft zijn tas op de grond gegooid en zijn pantoffels laten staan. Jongen. Heb je met de turtles hier pizza zitten vreten of zo? Peach! Where are you? Hier staat Peach, hè? Peach, waar ben je? Oh, dit ziet er een klein beetje beter uit, maar het ziet er ook niet top uit. Peach, Mario, zitten jullie samen in die kast? Kijk hoe verstijfd Luigi is. Ze zijn duidelijk niet hier. Waar zijn ze dan wel? Huh? Zitten jullie in de lift? Zijn jullie gewoon even beneden een bakje koffie gaan drinken of zo? Daar is ze weer. Oh snap, die ziet er nu echt niet gezond meer uit. Volgens mij heeft ze ook poeder in de ogen gestopt of zo. Als het niet mijn meest belangrijke VIP is, ik was net op weg om je te gaan bekijken. Ben je tevreden over je kamer? Nee. Ze zegt, ik kon mezelf echt niet in de hand houden. Je hebt geen idee hoe graag ik wilde dat je mijn uitnodiging accepteerde. Er is iemand die ik echt adoreer. En hij is de inspiratie voor mijn beste ideeën. Zoals jou hier uitnodigen. Ik ben super fan van hem. En daarom wilde ik hem introduceren met mij. Oké, ik ben denk ik ready. Ah, het is King Boo. Het is King Boo. King Boo is ontsnapt. Van een paar jaar geleden. En de hoteleigenaar wilde gewoon dat hij hier naartoe kwam. En die heeft hem bevrijd. King Boo had niet verwacht dat we hier zouden komen. Oh, maar hij zegt mijn wraak is bijna compleet. Hij wil ons opsluiten. Nee, dat gaat je niet lukken, vriend. Oh, je hebt al iedereen. Je hebt iedereen al. Ik ben de laatste. Nou, kom dan. Ik ga je ass kicken. Ook al heb je geen ass. Ja, je wil me ook inlijsten. Dat gaat je niet lukken. Kom maar. Ik pak je aan. Ik schijn met mijn zaklamp in je oog. En je kan niks doen, jongen. Oké, ga maar rennen. Ga eerst maar even rennen. Ren anders even door naar dat einde van de gang. En dan haal die hendel over. En spring er gewoon kaart achteraan. En King Boo. Dus moet dat nou? Moet je nou echt alles kapot maken? Dat is nergens voor nodig, Boo. Go, Luigi. Erin. Met pet en al. Let's go. Gooi je pet erin. Duik er achteraan. Alles. Springen. Ja, ga maar. Je kan het. Heel goed. Lekker bezig. You live to see another day. Luigi's Mansion 3 is nu officieel begonnen. En nu beginnen we waarschijnlijk helemaal onderaan. En moeten we onze weg naar boven toe werken. Ik heb echt zo lang gewacht op deze game. Ik ben zo blij dat ik deze nu eindelijk kan spelen. Met Luigi. Toch de tofste van de twee broers. Ja, we liggen nu echt in de kelder gewoon, hè. Oh, man. Ja, hier wordt de was gedaan.
Dus als je je petje nog wil wassen, Luigi, dan ben je hier op het goede adres. Eens even kijken wat we hier allemaal kunnen doen, hoor. Kunnen we wasmiddel pakken? Kunnen we wel hier dit aanzetten? Oh, kijk, muntjes! 2 monies in de bank. Lekker, Luigi. Komt hier ook monies uit? Oh nee, hier komt een bad eend uit. En er zijn blijkbaar toch wel spookjes hier, denk ik. Want er beweegt van alles en nog wat, man. Daar ligt wat groens in. Kan dat eruit? Ik wil het eruit halen. Nee? Mag ik het er niet uithalen? Oh, snap. Oh, dat is mijn hondje. Hoe is die trouwens hier terechtgekomen? Is die gewoon achter me aangesprongen of zo? Hondje is wat aan het zoeken in de vuilnisbak. Die heeft 2 donuts. Oh, ik heb gelijk trek in donuts, man. Ik moet nog avond eten. Doe me dit niet aan, man. Let's go. We gaan even naar... Oh, ik wou in deze kamer zeggen, maar we zijn blijkbaar nu in de parkeergarage of zo. Kan dit open? Yo! Yo! Muntjes, gek. Kapot veel muntjes. Hoppakee. 37 muntjes hebben we al te pakken. Ik zie daar trouwens ook wat. Wat ligt hier in? Ligt daar ook geld in? Ja, zie je, dat is ook geld. Nice. Kunnen we naar buiten? Oh! Kunnen we naar buiten? Nee, helaas. We kunnen niet naar buiten. Hé, hey, is dit... Nee, dit is niet onze auto. Dit is een auto die je naar het hotel brengt. Als je het laatste stukje nog moet. Oh, maar we kunnen hier blijkbaar wel iets mee doen. Ja, dat hondje, jongen. Hey, ik ben nou wel zat dat je me elke keer laat schrikken. Ga me nou eens gewoon even helpen. In plaats van me laten schrikken de hele tijd. Oh! Oh, kijk. Hij heeft me toch geholpen. Dit is de poltergast, volgens mij. Volgens mij heet dat ding zo. In ieder geval, we hebben een stofzuiger te pakken. Ja, en met die stofzuiger... Kunnen we straks, ja, dansen. Maar we kunnen er ook spookjes mee vangen, jongen. Kijk, hoppakee. Oh, we kunnen hem stunnen, blijkbaar. We kunnen spookjes mee stunnen. A, ingedrukt houden. En nu naar boven? Of loslaten? Loslaten. Ah, oké, hondje is tevreden. We moeten dat 2 keer oefenen. Met ZR zuigen we spookje op. Kom maar. En met ZL? Wat doen we met ZL? Oh, dan duwen we hem weg. Nice. Dan blazen we het hondje weg. En als we die allebei indrukken, hoppakee. Dan bouncen we gewoon keihard. Zo, tot zover de tutorial. Hij heet Polterpup. Ah, dat is op zich ook wel een mooie naam. Hij vraagt of we tevreden zijn met wat we geleerd hebben. Ja hoor, ik vind het helemaal top. Waar ga je nou weer naartoe? Laat je me nou weer alleen? Ah, puppy. Waarom laat je me nou de hele tijd alleen? We kunnen ondertussen lekker van alles opsnuiven. Hoppa. Yes. Hallo, rat. Ik snuif gewoon die rat op. Oh, wacht. Misschien kunnen we dit doek van deze auto afhalen. Dat werkt. Kijk, hoppa. Wat komt hieruit? Oh, dit is een collectible blijkbaar. We hebben 1 collectible nu gevonden. Een stukje terug was nog andere collectible. Daar was een groene collectible. Die wil ik eigenlijk ook wel hebben. Wat gebeurt er als we hier gaan snuiven? Waarom noem ik het snuiven? Het is geen snuiver, Rick. Dat is heel wat anders. Zuigen. Dat doe je met een stofzuiger. Klinkt misschien ook wel een klein beetje gek. Maar goed. Hè? Hoppakee. We zuigen alle puinhoop op. Hier kan ik denk ik nog niet naartoe. Oké, ik denk dat dit het is voor deze kamer. Ga ik nog even naar die centrifuge, want ik wil dat andere dingetje toch ook wel even hebben. Kijk, ik wil toch echt even deze jam hier zo pakken, als het kan. Kan ik dan... Nee, dat gaat niet werken. Moet ik ze misschien laten stoppen eerst? Kan ik hier iets mee? Kan ik hierop richten? Ja, kijk, hier, dan kan ik hieraan draaien zo. Top. Oh, dan krijg ik alleen allemaal muntjes. Nee, daarmee stopt de centrifuge niet. Dat is wel jammer. Oké. Nou ja, muntjes is ook chill. Ik weet alleen nou niet hoe ik deze moet pakken. Ik wil die hebben. Misschien komt het later nog. Ik weet nu namelijk niet hoe ik die groene jam hier zo ga pakken. Maar misschien komt dat later nog wel. Maar voor nu lukt het me in ieder geval nog niet helemaal. Dus we gaan maar gewoon verder. En die brandblusser pakken. Ja, ja hoor. Brandblusser. Ja hoor. Oké, wat gaat hier gebeuren? We hebben hier de lift. We hebben hier... Dit? Wat is dit? Kunnen we dit scannen? Ja? Oh, alert, alert. Oh, we kunnen er doorheen. Oké, blijkbaar stond Luigi goed geregistreerd en mogen we daar gewoon doorheen. Dus let's go. Kunnen we dit ook activeren gelijk dan? Ja, soort van. En kijk eens wat er allemaal uitkomt van moois. Eten, muntjes, alles. Zie onderaan de trap nog iets? Ja, nog meer muntjes. En kissy. Wat zit er? Nog meer muntjes. Hoppakee. Nou, aan geld geen gebrek, jongens. We hebben genoeg geld in ieder geval. Ik weet niet wat we straks met al dat geld kunnen, maar we hebben in ieder geval een aardige duit. Oké, laten we naar boven gaan. Wow. Even deze uit de weg zien te ruimen. Yep, oké. Oh, daar is de gele jam trouwens. Hoe kom ik daar dan? Het lijkt wel alsof ik daar helemaal naartoe moet zweven of zo. Nou, ik zal vast nog wel meer tools krijgen waarmee ik daar naartoe kan. Kaars opzuigen. Hoppa. Even de banken.
Even de bank leegzuigen. Oh, kijk, we zijn nu trouwens in de ontvangsthal. Waarom staat er door mijn hoofd ook een kruis? Ik leef nog, hè. Ik ben er nog. Ik ga iedereen redden, vriend. Door mijn hoofd hoort geen kruis. Ik ben de eindbaas. Ik ben de uberluigie. En ik ga spookjes vangen. Wat denken jullie? Mij een beetje opsluiten. Let's go. Laat mijn hondje met rust. Kom dan. Waar gaan jullie naartoe dan? Jij smurf en spook. Kom op, luigie. Pak hem. Oké, eerst met A. Oh nee, dan moet ik wel even goed richten. Eerst met A. En dan hoppakee. En dan opzuigen die handel. Opzuigen. Bam. Smack hem. Smack hem. Smack hem. En nog een keer. En zeg maar, doe je tegen je spookhoofd. Hoppakee. Spooky nummer 1. Keihard down, jongen. Oh, jij gaat hulp roepen. Jij roept al je matties. Hey, ik nak al je matties ook, jongen. Is geen probleem. Kom dan. Waar zijn jullie? Oh, jullie zijn opeens achter mij. Nee, wat denk jij? Hoppa. En pak hem. En smack hem. Hoppakee, op zijn bakkes. We smacken er 2 tegelijk. Geen probleem. Hoppa. En nog een keer. Boom. Boom. Doei. Dikke doei. Ben je er weer met je 11 HP? Hier. Hoppa. ZR. En Mot kan nog wat doen, maar dat maakt niet uit. Mijn hondje wou me helpen, maar ik had de spookjes al verslagen. Haha. 1-0 voor Luigi. En met deze bazenactie van Luigi sluiten we deze allereerste Luigi's Mansion 3 video af. Doe even een blauw duimpje omhoog als je deze serie tof vindt. Abonneer op mijn kanaal als je ook van Pokémon en andere Nintendo games houdt. Wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!